volgens het Wereld Natuurfonds is dat het teken dat onze wateren gewoon schoner zijn geworden. En dat is heel positief nieuws. En tegelijkertijd weten we dat we ook nog niet klaar zijn. Dus we gaan zo meteen die intentieverklaring niet voor niets tekenen. Want we hebben echt nog steeds een aanvalsplan nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Want dit is leuk, handtekening. Maar het gaat er natuurlijk om dat je doet. Moet je je voorstellen, dit wordt natuurlijk het grootste exportproduct van Nederland. De hele wereld zit erop te wachten en we gaan ten onder aan het gebrek aan water. Succes ermee. Dank u wel. Ik heb bij de sessie gezeten over geneesmiddelen en wat met mij betreft heel belangrijk was, is dat de watersector en de zorgsector, die kenden elkaar eigenlijk nauwelijks. Dus ieder is op zijn eigen pad bezig en door deze bijeenkomst is er veel meer begrip ontstaan over waar ieder mee bezig is. Het lastige is dat je natuurlijk ook onderdeel bent van een groter geheel binnen Nederland. Wat dan nog wel spannend wordt en waar ook aan gewerkt moet gaan worden is, hoe gaan we dat dan vervolgens onderling regelen? Dat is uw vraag. Nou, wat mij hier opviel is dat wij vanuit het gebied heel erg veel vertrouwen hebben in samenwerking, doelen bereiken zonder te veel regels. Wat mij opviel vanmiddag bij DHW was de bereidheid van zowel waterschappen als dan drinkwaterbedrijven om samen met agrariërs oplossingen te zoeken voor de problemen waar we voor staan. Ik vond het heel leuk, fun. Ja. En wat opviel is een grote eensgezindheid. Dat we niet alleen goed dammen en dijken kunnen aanleggen, maar dat we ook de effecten daarvan weer kunnen mitigeren. Hè. Dat we ook daarvan niet alleen veiligheid, maar ook waterkwaliteit. Een stuk enthousiasme, een stuk bezieling. Dat zie je heel duidelijk terug bij de mensen die je spreekt. In die sessie, ja, ik vond dat het goed ontvangen was. Enthousiaste mensen. De sessie was te kort. Maar als ik zie hoeveel vervolgafspraken je hebt kunnen maken, dan was het voor mij in ieder geval heel erg nuttig.